we zitten hier zo, we gaan eventjes lunchen. Ik ben met Johnny, ja, toch wel het brein achter Matthew Sports. En hij is de reden, denk ik, dat ik hier naartoe ben gekomen. We hebben net de training gehad en hij was erbij aanwezig om te kijken hoe het ging. En hoe de match is tussen Matthew Sports en Koen. Ja, leuk man. En blij dat je erbij bent, jongen. Ja, gassen. Voor mij een beetje gek om op beeld te komen, maar ja, daar eigenlijk is Koen daar meer voor. Koen is naar Enschede gekomen, rondleidje gedaan. We hebben eigenlijk even kennis gemaakt met iedereen op kantoor. En nu zitten we bij... Stoet. Stoet. Ja, maar zo bekend ben ik hier natuurlijk. En Stoet is Twents voor? Aardappel. Brood. Nee, ook een geintje. Ik was aan het testen. Brood. Ja, ze hebben, wat hebben ze volgens mij neergezet? Falafel. En we hebben een yoghurtje met muesli. Ja, gezond. Let's go. Nou, dus we gaan even lekker broodje eten. Eerste training bij de Vondel Gym. Hoe ging dat? Ja. Ja, opstartende. Weet je, het is het feit dat we gewoon dat we deze route heen gaan, dat voelt gewoon goed. En we hebben nu een mooie vaste locatie in Amsterdam waar ik dan train bij Vondel. De gym is echt fantastisch. Ja, die rug, dat weet je, ik begin weer en dan merk je gelijk je rug. Alleen dat is, ja, het beginpunt is daar gewoon eventjes op focussen. En vanuit daaruit kan ik die stappen pas gaan maken. Je deed echt je warming-up? Ja. En toen voelde je al van, oh shit, gaat het goed? Nee, die warming-up kan niet. Nee. Ja, dat is wel shit man, maar aan de andere kant ook wel mooi. De eerste weken zullen het moeilijkste zijn en vanuit daaruit weet je, je moet gewoon geloven in het proces. En, dat gaat nu boven. Wat is het doel? Ja, dat is de eerste keer sowieso een keertje echt bovenlichaam trainen, dat je er ook een keertje echt anders uitziet. Ja. De rest gewoon echt sterk worden. En laten we zeggen, aan het eind van het jaar wil ik wel even een wedstrijd en gewoon wel even niveau te laten zien. Zeker. Je wil er goed uitzien, goed bovenlichaam. Mm-hmm. Je hebt een doel. Misschien moeten we eigenlijk nu zeggen dat wij een fotoshoot gaan plannen in 6 maanden of zo. 6 maanden? In 6 maanden en daarna nog een keer. Gewoon eventjes gewoon de transformatie. Dus laten we, om je doel hard te maken, voor de mensen thuis ook fijn. Hè? Die willen zitten te wachten, de datum. Dat een datum afspreken. Wat zullen we doen? Eind augustus ergens? Eind augustus ergens. Welke datum? Eind augustus? Sowieso misschien de dag voor mijn verjaardag. En dat is? Ik ben 26 augustus jarig. 25 augustus? Ik ga een foto maken. Ga je dik zonder shirt? Ja, dat is helemaal goed. Ik ben erbij. Dan ben je machine. Ja, daar ben ik zeker machine, man. Kijk er ook naar uit. Hè. Ik bedoel, heb een tijdje niks gedaan. Hè. Natuurlijk in de zin van genieten, leuke dingen doen wat ik nooit heb kunnen doen. Maar ja, je mist natuurlijk wel bepaalde routines. Ja, is logisch toch. Gast, je bent topsporter geweest. En dan mag je in één keer... Ja, dan mag je in één keer los. Zijn er specifieke dingen die je zou willen... kunnen. Dat is voor mij natuurlijk een muscle-up. Dat is voor mij een hel. Een muscle-up is dus aan een stang hangen en dan optrekken en daarna push-up. Een vrij heftige oefening. Helemaal als je dikke schaatsbillen hebt en benen zoals ik, met allemaal de lucht in. Dat is voor mij nu echt een mission impossible, hè? Een muscle-up. Maar ja, dat zeker. Ik wil echt, denk dat ik dat wel binnen twee maandjes. Dat was wel even lekker, toch? Ja, man, cool. Heb je nog honger? Ik heb altijd honger. Soms moet je nee zeggen, Het zijn twee dames achter de camera. Rustig maar, jullie gaan mij niet veel terugzien. Het gaat vooral om Koen. Maar wel leuk om even te laten zien. Kijk, geef maar even de camera over aan Isabel. Kijk. Hey, Dream Team. Daarom staan we achter de camera, niet voor de camera. Bordje leeg, was lekker. Was top man. Vond ik ook. We moeten nou afsluiten, een beetje. We hebben een goede afspraak staan, 25 augustus. Fotoshoot. Ja, binnenkort eens even bespreken wat we gaan doen met de coach. Schemaatje bekendmaken. Starten bij de basis. En dan gaat de routine erin en dan gaan we veranderen. We gaan next level lichaam neerzetten. Ik heb er zin in man. Ik ook. Jij ook? Zeker. Thanks. Let's go.